En dan zijn we in de stad waar eigenlijk nu de kampioenschappen plaats zouden gaan vinden. Waren het niet dat Chairman Rose dat natuurlijk gaat verstoren. Yo, Nintendo fans! We zijn in Winden City, de plek waar we gaan proberen Pokémon kampioen te worden. Maar voordat dat gaat gebeuren, moeten we eerst wat andere battles doen. En allemaal andere dingen. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je de rest van deze Nuzlocke Challenge wil zien. En dan ga ik eens even kijken wie mij uit wil dagen. Sowieso moet ik ook tegen Hoppy. En we zijn in het stadion. Lopen richting het publiek. Hallo iedereen. What up, what up, what up. Hallo Marnie. Gaan we vandaag tegen jou battelen? Nou, gezellig. Ik heb je pas geleden nog gebatteld, man. Vlak voor Pierce. Dat was helemaal niet zo lang geleden. Maar oké. Ze gaat mijn kont schoppen, zegt ze. En dat zullen we nog wel eens zien, Marnie. En we moeten als eerste tegen Leopard. En ik heb Persicle als eerste Pokémon gekozen. Dus let's go. Die Leopard is wel gewoon sneller, oké? Je begint gelijk met klappen. Ik begin gelijk met een ijzeren kopstoot voor jou. Alsjeblieft. Dag Leopard. In één keer. Lekker. Ik heb gezien dat veel van jullie willen dat Gastrodon in een team komt. In plaats van Diggersby. Maar mijn Diggersby is ook wel echt goed, joh. En ik ga al zo lang met Diggersby. En eigenlijk wil ik hem gewoon niet inruilen. Maar ik snap wel dat Gastrodon een hele goede Pokémon is. Omdat hij dus weinig weaknesses heeft. Maar ja, ik heb toch nog Diggersby, jongens. En die gaan we gebruiken tegen deze Scrafty. Eens even kijken of we deze ook met één klap uit kunnen schakelen. Pie. Oh, huh? Nee, totaal niet zelfs. Moet ik niet gewoon Earthquake doen dan? Wat? Oké. Ik schakel wel eventjes naar Rillaboom. Dan mag Rillaboom dit even op gaan lossen. Onze gigantische aapbroeder. Mag ik een SO'tje in de comments voor aapbroeder? Kijk, hij pakt die Scrafty gewoon in één keer aan. Hoppakee. Gelijk klaar. Ja, nu moet ik toch een klein risicootje nemen met Diggersby. Omdat hij al best wel veel pijn heeft geleden. Dat deed toch wel zeer, die ene klap. Dat was niet een hele slimme keuze van mij om hem in te zetten tegen Scrafty. Oh, oké. Hij gaat voor Sucker Punch. Ik ga voor Earthquake, vriend. Ik weet niet of jij hier tegen kan. Ik weet niet of je tegen aardbevingen kan. Jij kan niet tegen aardbevingen. Lekker. Oké. Toxicroak is ook weg. Ja, maar gaat Diggersby een level omhoog. Nice. En die wil Superfang leren. En met Superfang hou je de helft van de HP van de tegenstander sowieso eraf. Of het nou super effective is of not very effective, dat maakt niet uit. Dus dat is wel nice. Laten we die doen in plaats van Quick Attack. Ja, voor Morpeko wil ik eigenlijk ook Diggersby gebruiken. Maar Diggersby heeft al best wel veel pijn gehad. Nou ja, misschien kan ik hem gewoon een potion geven. Ik heb trouwens niet zo heel veel Hyper Potions bij me, zie ik. Dat is niet heel handig. Ik heb er nu nog maar 4. Nou, gelukkig doet Morpeko me eigenlijk niks. Ik heb het gevoel dat wij Morpeko wel kunnen verslaan. Ik kon nu alleen geen Earthquake gebruiken. Omdat hij dus net Torment heeft gedaan op mij. Ah, ja hoor. En dan houdt hij ook echt 1 HP over. Als ik gewoon Earthquake had kunnen gebruiken, dan was er niks aan de hand. Oh, je gaat nu voor een Full Restore. Nou ja, dan maakt niet uit, want met Earthquake ga ik je toch kapot maken. Sorry, Morpeko! Dikke doei. Schattig klein Morpekootje. Persecutor en Heliolisk gaan een leveltje omhoog. Dat is chill. Die stats van Heliolisk, die worden ook al aardig goed. Oh, nee. Ze heeft een Grimmsnarl. Oh, dit brengt echt memories terug naar Grimmsnarl. Oh, deel je favoriete herinnering aan Grimmsnarl, aan mijn Grimmsnarl, in de comments, guys. Het wordt er echt ingevreven dat we 2 afleveringen geleden Grimmsnarl zijn verloren. Dat doet echt pijn. Het doet nog steeds pijn. Ik wil heel graag een Grimmsnarl. Ik vond het zo'n goede Pokémon. Maar ik let 1 keer niet op en ik krijg een Max Steel Spike op mijn bakkes. En dat is precies wat ik nu ook bij Marnie's Grimmsnarl wil doen. Dynamax! Rawr! En Marnie heeft zelfs een G-Max Grimmsnarl. Helemaal gek. Helemaal gek. Maar als ik sneller ben, dan heb ik hier wel vertrouwen in. Ben ik sneller? Ja, ik ben sowieso sneller. Want mijn Persecutor ging eerst Dynamaxen. En ga ik hem ook in 1 klap slopen? Ja hoor. Oh, net als dat mijn Grimmsnarl in 1 klap gesloten werd door Max Steel Spike, gebeurt dat nu ook bij de Grimmsnarl van Marnie. Oh, ik heb wel een beetje medelijden. Ik weet hoe het voelt, Marnie. Dit ging best wel oké tegen Marnie. Niet heel veel problemen gehad, gelukkig. Maar nu, jongens, moeten we tegen Hoppy. En ik ben heel erg benieuwd wat Hoppy kan gaan doen. Want tot nu toe hebben we Hoppy eigenlijk altijd wel hoppakee makkelijk verslagen. Nog makkelijker dan dat ik hopjes vla naar binnen werk. Maar ik weet het niet. Hij is niet voor niks zo ver gekomen. En volgens mij zit hij wel vol verrassingen tijdens deze laatste battle. Nou ja, het is niet de laatste battle, maar het is de championship battle. Hij begint in ieder geval met een dubbel. En daar had ik redelijk op gerekend. Ik begin dan ook met Diggersby. En ik ga eens even kijken wat Brick Break kan doen op deze dubbel van Hop. Oeh, de helft is eraf. Waarschijnlijk met 2 klapjes gaan we die dubbel in ieder geval slopen. Dubbel doet Body Slam. Nou hoop ik dat ik niet geparalyzed raak door Body Slam. Ik raak wel geparalyzed
zo'n body slam. Ja, lekker dan. Nu ben ik dus langzamer en geparalyzed. En hij kan lekker doorgaan met body slam. Oké, okay, mijn brick break, dat werkt ook. En ja, Dubwoo is down. Nice. Oké, zijn eerste Pokémon is weg. Lekker. Dan nu, Snorlax. Dan switch ik even naar Rillaboom. Want Rillaboom die kent namelijk ook brick break. Boom, lekker dit. En Hop gaat voor Heavy Slam. Dan gaan we kijken hoeveel damage dat doet. Niet superveel. Heavy Slam doet meer damage als jij veel zwaarder bent dan jouw tegenstander. En blijkbaar is Rillaboom ook gewoon een super zware Pokémon. Snorlax is down. Dat is nummer 2. Oké, okay, kijk. Dit gaat lekker, jongens. Dit gaat goed. Dan nu, Corviknight. Nou, daar hebben we natuurlijk Heliolisk voor. What up, Corviknight? Pak een Parabolic Charge op zijn bakkes. Lekker. Ah, hij doet Swagger. Nee, man. Nee, nu ben ik confused. Oké, gelukkig gebruik ik wel Parabolic Charge. Dus ik raak hem wel gewoon en Corviknight is weg. Maar dan kunnen we nu Heliolisk niet echt meer gebruiken, denk ik. Slowpoke gaat naar level 52. En de volgende is Pinchurchin. Zou ik normaal gebroken Diggersby, denk ik, voor gebruiken. Maar die is paralyzed en half down. Misschien kunnen we Glalie even proberen? Oh, ik mis mijn aanval. Nee. Oh. Ja, dit is lekker. Nu is hij geboost. Nou, nog een keer Frostbread dan. Pak hem! Doet niet superveel damage. Oh, je gaat jezelf nog meer boosten. Hij gaat straks mijn Glalie in één keer slopen, hè? Ik probeer één keer iets, hè? Waarom mis je nou weer? Jij noob! Je mist gewoon twee keer je freaking aanval. Kijk, nu ben je gelijk voor de helft dood. Ik wissel wel even naar Slowpoke. Nou, dit was geen goede keuze, jongens. Ja, hij doet nog een keer Curse, dus hij is zijn attack echt flink aan het boosten. En ook zijn defense. Maar Psychic is een special attack, dus dat heeft daar geen last van als het goed is. Dus ik hoop dat dit sterk genoeg is om deze Pinchurchin te nakken. Nou, nee, niet echt dus. Oh, man. Oh, deze Pinchurchin is nu echt veel te gevaarlijk. Waarom heb ik niet gewoon Rillaboom gebruikt of zo? Waarom moet ik weer gaan experimenteren in een battle tegen Hop? Ik moet hem nog twee keer raken. Dus ik kan hem nu laten slapen, of ik kan gewoon twee keer gaan aanvallen en hopen dat hij mij niet te hard raakt. Oké. Poison Jab, overleef dit alsjeblieft, Slowpoke. Nice. Ik ben wel poisoned. Hij is geraakt door mijn Rocky Helmet. Oké, Pinchurchin is weg, jongens. Lekker. Hoeveel moeite kan je hebben met een freaking Pinchurchin? Tjongejonge, Glalie. Je gaat wel naar level 50, maar ik vind niet dat je het heel goed hebt gedaan. Slowpoke ook nog poisoned. Die kunnen we dus nu ook niet meer gebruiken. En nu dan, Inteleon. Nou, dan gaan we switchen. Naar Rillaboom natuurlijk. En dan hoop ik gewoon dat ik sowieso sneller ben dan Inteleon. Want Inteleon is wel een freaking snelle Pokémon volgens mij. Hij is level 49. Ik ben level 54. Dat is 5 levels hoger. Let's max overgrowth. Hij is sneller. Oké. Hij is dus echt sneller. Nou ben ik benieuwd wat hij gaat doen. Of hij nog een verrassing in petto heeft. Potverdorie, Hop. Waarom ben jij sneller? Dit vind ik niet leuk. Dit vind ik veel te spannend. Ik hou niet van verrassingen. Nou, normaal gesproken mag het natuurlijk geen probleem zijn. Ook al is hij sneller. Wat ga je doen, vriend? Max Darkness. Oké. You've got some tricks up your sleeve. Mijn special defense is nu naar beneden. Ik doe Max Overgrowth. En hopelijk one-shotten we hem gewoon. We zijn 5 levels hoger, jongens. We moeten hem toch al one-shotten. Lekker. Hoppakee. Inteleon is down. Hop heeft het me toch wel lastig gemaakt. Er zijn een aantal Pokémon die bijna kapot waren en zo. Ik moet hem wel een paar kudo's geven. Hop maakt het me voor het eerst dit avontuur toch echt heel lastig. Rillaboom, die is wel level 55 al. Hoppakeetje. Daar ga je, vriend. Eerste deel van de championship zijn we goed doorgekomen. Er zijn gelukkig geen Pokémon down gegaan. Maar ik moet je eerlijk zeggen, tegen Hop vond ik het wel moeilijker dan tegen Marnie, hoor. En daar is Leon en die zegt van, dat was briljant. En dan moeten we even lekker een nachtje gaan slapen, want morgen begint het echt. Morgen begint het echt en dan moeten we tegen Nessa. Maar eerst nog tegen een andere droeftoeter. En jullie weten wie. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je die video ook wil zien. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/rickatune. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!